Het standbeeld van stripfiguur Haagse Harry begint al aardig vorm te krijgen. Het beeld werd mogelijk toen de gemeente de Haagse Cultuurprijs postuum had toegekend aan striptekenaar Marnix Ruup. Het standbeeld is een uitvergroting van een beeldje van Bauke Schumi, beeldend kunstenaar en goede vriend van Marnix. Net als de Haagse stripheld is zijn beeldenis flink aan het gewicht. Er zit 3 ton aan krijgen, aan natte krijgen. Er komt wel weer 2 ton van terug als je het uitholt. Maar er wordt natuurlijk heel veel afgehaald. Zoals je ziet, het ligt overal op de grond. Ook zijn schoenmaat mag er zijn. De schoenen waren 60 bij 90. Grondvlak. Okay. Daar schrok ik wel van. Ja. Toen ik dat moest uittekenen. Toen dacht ik, toen realiseerde ik me wel van hoeveel klei erin gaat zitten. Voor Hagenees Rob Dane is het eervol dat hij de opdracht binnenhaalde. Ja, dat ik heb. Ik was er ook als de kippen bij toen ik hoorde dat het kon. Dat het geboetseerd moest worden. Ja. Oh, dus je hebt jezelf gemeld? Ja, het was een smerige zaak. Het is nog onbekend wanneer zijn beeld klaar is. De klei moet drogen. Het is natuurlijk hier, je bent afhankelijk van de natuurwetten. Het stoken gaat nog met vlammen. En het glazuren. Dus er zijn nog natuurlijke zaken. Er kan ook altijd van alles misgaan. Haagse Harry krijgt een prominente plek op de Grote Markt, bovenop de ingang van de tramtunnel. Wie het mag onthullen, is nog niet bekend.